De andere functies van de EasySharp Multi, dat is, hier kun je een fles mee opentrekken. Geef maar een idee. Dat is de werkwijze, je zet het zo en je kunt zo een fles open doen. Het is niet de bedoeling om dat te doen, maar je zet hem zo erop en je doet die beweging. Dan kun je een fles open krijgen met zo'n ijzeren stopsel, een bierfles of een colafles. Hier dat dient om plastieke flessen te doen. Nu lukt dat niet, het is te groot. Dan pak je de volgende. Zie je, nu lukt dat niet, heb je dan de volgende tot wanneer dat je recht opkomt en dan kun je beginnen draaien. En dus een ander idee heb je zo. Kijk, dat laatste gaatje, dat gaat nu niet erop. Dan pak je de volgende, gaat er niet. En voilà, dat is de eerste. Voilà, je zet hem erop. Je maakt dat hij een beetje geblokkeerd is. En je bent vertrokken. Je kunt hier weer open krijgen. Zie je? Dat laatste hier is ook speciaal bestudeerd om zo flessen te openen. Dus ik geef maar een idee. Je doet dat ijzerwerk af van de fles. Ja. Ik heb het nu eigenlijk kapot geholpen. En dus, oké, ik heb het hier een beetje kapot geholpen, dat is jammer. Dat is eigenlijk zo van die goedkopere kava manier van spreken. Nu, wat moet je doen? Kijk, en dat is weer dus, de opening kiezen. Maar in het algemeen gaat dat wel de laatste zijn. Dus de laatste zet je erop. Het moment dat je kunt, als het goed spant, kun je een beetje aan draaien. Dan gaat hij van eerste keer wegspringen met te draaien. He, dus vanaf dat er een draai is. En normaal gezien kun je dat ook met de hand doen. Ik zou zeggen, doe dat eerst, probeer het met de hand. Maar dat kan zijn dat de kurk zodanig droog gekomen is in de hals van de fles. En dat hij plakt. En dan als hij plakt, kun je geen draaiing in krijgen. He, dus dat is eigenlijk zo een beetje zo het idee van... hoe dat je weer kunt krijgen. Veronderstel dat hij te klein gekomen is, want er is daar nergens van tolerantie op. Dan zou ik zeggen, zet weer deze werk erop. De laatste erop. En je gaat contact hebben van 3 punten. En dan moet hij meegaan. Dan heeft hij geen andere keuze om dat te doen. Ja, dat is eigenlijk zo'n beetje zo het idee erachter. Als je nu een bokaal hebt, en dat is eigenlijk iets die eenvoudig is. Een bokaal, wat moet je doen? Je moet lucht laten inkomen. Dus lucht laten inkomen, dat wil zeggen, je gaat hier een lawaai horen, die klik. Kijk, ik kan een idee geven hoe dat je dat moet doen. Dus voor, als je hier kijkt, dus hier, zie je, voor een tandje heb je altijd daar een opening. Zie je dat? Dus voor een tandje heb je een opening. Dus daar moet je eigenlijk de punt steken. Zie je zo? En die punt. Nu, ik zou je een idee geven. Dus ik geef dat hier. Voilà, ik zet het zo. Ik zet het in die opening. En je voelt dat schoon dat hij in die opening is. Dus hier zo. En daarna, ik zou zeggen, nu heb ik dat geluk. Ik heb daar ergens een hoek aan. Maar anders zet je je duim achter. En door het feit van... als je die duim erachter zet en je gaat een klein beetje bewegen, ga je eigenlijk lucht. Dus je trekt de schil een klein beetje weg van dat glas en gaat er van eerst keer lucht in komen en dan ga je die klik horen. Dus een idee, kijk, ik ga het hier zo tonen, want het kan maar toch zo gemakkelijk zijn. Kijk, als ik het zo toon. Wacht dan. Het gehoord. Dus als ik dat kan ik gemakkelijk open krijgen zonder enige probleem. En dus een 1, 2, 3. En dus nu kan ik het niet meer doen, hè, want hij moet klik zeggen. Dus voor een tand heb je altijd een opening. Daar moet je dat puntje zetten. Je zet je duim van achter en je trekt een klein beetje. Op het moment dat je die klik hoort, moet je niet verder. Hè. Het is niet de bedoeling van dat deksel. Om zeep te helpen. Dat is eigenlijk zo het idee van hoe dat je zo een bokaal moet open doen.